afgelopen 2 jaar, geloof ik. Tenminste, dat ik me kan herinneren. Connie was gelijk aan het meezingen. Ja, tuurlijk. Ja. De muziek had hij bij RTV Linux. Ja, leuk, hè? Je moet wel die microfoon iets dichter bij je, bij je gezicht tillen, zeg maar. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Het is ondertussen weer 2 jaar geleden, hè? Jullie als Roperun Team Flora Holland hier in de studio. Ja, we hebben verleden jaar gemist. Maar ook deze nieuwe locatie ziet er helemaal top uit. Dat moet je nagaan, Pim. We wisten ook altijd een beetje af, hè? Hoe lang zitten wij hier nu? Nou, 2 jaar. Ja. Dus ja, dat blijkt. Iets langer, maar... Maar ja, we hebben natuurlijk inderdaad zo'n afwisseling. Zo'n roulatie. De ene keer dat team, de andere keer dat team. Dus voor jullie is het ook inderdaad een nieuwe studio. Nitsan, wat dacht je toen je hier binnenkwam? Leuk. Ja, ik dacht dat je weg was, maar... Hij dacht dat ik weg was, ja, Pim. Hoe komt dat toch, dat Nitsan dat denkt? Volgens mij heb Pim geen idee. Nee, Pim heeft dat gezegd. Dat ik wegging? Ja. Pim, wij moeten elkaar even spreken naar de uitzending. Dat is mijn misschien had je ander werk. Nee, ander werk. Dus eigenlijk ben je een beetje een verloren zoon. Ik ben bij Nitsan teruggekeerd in zijn hart. Het eerste wat gebeurde was: ik liep de studio uit en zegt: ben je weer terug? Maar dat hebben we allemaal hoor, op vrijdagmiddag. Hij is herboren. Maar Nitsan, ook leuk om jou weer te zien natuurlijk. De 16e wordt het, hè, dit jaar. Het is de 16e, ja. Ja, bizar. Weet je hoe dat komt dat ik dat weet? Ik was van de week archiefjes aan het terugluisteren van vorig jaar. En daar zeg je op een gegeven moment tegen ons van, het is al de 15e, joh, dus ik weet hoe het werkt. Dus nou zal het dan dit jaar wel de 16e zijn, denk je niet? Ja, ja. En hartstikke leuk. En het is net als de eerste. En wel ook. Ja. Voorbereiding, alles is precies hetzelfde. Eigenlijk. Het went nooit? Nee. Het is een kwestie, wat bedoel je met went? Het is elke operan is anders. Nou ja, voorbereiden. Ik kan me voorstellen dat de roperen toch een soort speciaal gevoel heeft. Van, ja, een soort van onderbuikgevoel van, oh, dit is zoiets speciaals. Dat na 15 of 16 keer enigszins weg hebt. Dat je denkt van, ja, ik ken het nu wel, dat gevoel. Op de Coolsingel of zo. Nee, bij ons niet. Nee. En ook omdat er steeds weer nieuwe leden ook bijkomen. Er zit ook wisseling in. En die geven het weer een nieuwe boost. En die zijn weer helemaal blanco. En weer net zo nieuw als wij waren in het begin. En je merkt gewoon het enthousiasme. En het is alleen maar fijn om dat te merken, dat zij ook weer het gaan beleven. Ja. Want het is een mooi evenement om te mogen beleven, laat ik het zo zeggen. Ja, schitterend evenement. Flora Holland, Royal Flora Holland, ja. Excuseer. Voor de mensen die het nog niet weten, wat is Royal Flora Holland? Ja, dat weet toch iedereen? Ik wil graag gewoon nog weten. Je zou bedenken, maar Royal Flora Holland is de grootste bloemencoöperatie ter wereld. De grootste bloemenveiling ter wereld. Er zijn wel andere veilingen in de wereld, maar niet zo groot als in Nederland. En er zijn ongetwijfeld nu mensen die denken van, oh ja, Flora Holland. Schrijf het even op. Ja, ik ga het even googlen zo meteen. Ja, ja. Ja, dit is waar, je hebt gelijk. Sorry, net hebben. Op royalflorahholland.com en je kan ons vinden. En bij ons worden gewoon dagelijks miljoenen bloemen en planten verhandeld. En we hebben dus ook medewerkers die betrokken zijn met goede doelen. En die 18 jaar geleden met de Roperon van start zijn gegaan. Maar even tussendoor, 2 jaar geleden hadden jullie nog een vestiging in Bleiswijk. Toen wij jullie in de uitzending hadden, volgens mij. Helaas hebben we die moeten sluiten. Helaas. Die bloemisten zijn allemaal richting Naaldwijk gegaan. En, wij zijn er nog steeds gelukkig. En ook bij jullie, daar zijn we blij mee. Still going strong. Want hoeveel is het voor jou, Connie? Voor mij is het 13e. Ja. Dat is ook wel weer een tijdje, hè? Ja. Ik heb gisteren de 5 kilometer gelopen. Dat vond ik ook wel heel goed van mezelf. Heel goed. In 36 minuten. Ja, maar goed, dat betekent dus dat jullie dus al heel lang samen ook optrekken binnen het team. Ja. Zijn jullie elkaar wel eens zat? Nou, soms. Het antwoord duurde net iets te lang. Precies, ja. Wij zijn namelijk net een oud getrouwd stel. Ja. Dus we maken soms zinnen af en we kiften. Maar de basis is goed. Nou, en als je kijkt naar het resultaat, wij dragen het team eigenlijk op onze schouders. En als mensen willen mekkeren, so be it. Ja, precies, mekker maar. Maar wat wij leveren is heel veel. Voor de Roperan zelf heb je een hele team nodig. Ja, ja. Maar tussen de bedrijven door heb je alleen maar een onderdeel van het team nodig. Ja, ja. Nou, en deze twee zijn altijd een onderdeel van wat erbij komt. Ja, precies. De lange termijn voorbereidingen, dingen die je er vlak na weer aan het doen bent voor volgend jaar en zo. We beginnen eigenlijk met de huidige Roperun al wat we volgend jaar anders gaan doen. Of wat we wel moeten doen. Ja. Of nog meer moeten doen of niet moeten doen. Ja, want dat vroeg me af. Hoe lang zit zo'n voorbereidingstraject nou non-stop. In elkaar? Non-stop. Heel jaar. Non-stop. Dus laten we zeggen, volgende week maandag is het voorbij. En dan de dinsdag is het alweer van nou eerste meeting. Eigenlijk wel. En eigenlijk zijn we tijdens de voorbereiding van deze al bezig met volgend jaar gaan we het anders doen.
we kregen een aanbieding van mogelijk een bus. Oh, volgend jaar hebben we de bus al geregeld. En volgend jaar dan moeten we het beter in de mapjes doen. Of beter verdelen of iets anders besteden. Ja. We zijn eigenlijk gewoon het hele jaar door roperen prettig gestoord, zeg maar. Ja. Prettig gestoord, nou goed. Het is inderdaad leuk om dit. Zometeen praten we verder met jullie. Ja, bij ons in de uitzending hebben we Royal Flora Holland zijn team nummer 97 bij de roperun van 2016. Het ga je gang. Ja, nou, ik had het net met Connie even over. Er kwam mij in één keer een punt in de punt. Met Connie even over. Zij hebben heel lang een blinde loper gehad. Ja. En jullie hebben eigenlijk een soort opvolging nu, begrijp ik net van je. Ja, John heeft 4 keer meegelopen, John Stoop. Die heeft 4 jaar geleden getwitterd welk team wil men meenemen. En wij waren dat. En na de eerste keer had hij nog niet genoeg. Hij wilde ook de andere route in Parijs zien. En toen wilde hij ook naar Hamburg. En toen ook weer terug. En na 4 jaar zei hij, ik heb nu alles gelopen. Het is goed. Maar in Running Blind, zijn team, zaten meerdere mensen. En er was nu een dame die zei, zou ik mee mogen? En nou ja, we hebben een team gegooid. En natuurlijk hebben we er een plekje voor. En gelukkig een enthousiaste buddy die mee gaat lopen, die haar begeleidt. En zij gaat mee. Ja, maar Nitsan, John had altijd een heel bijzonder plekje in jouw hart, hè? John had. Heeft. Heeft. Hij heeft een bijzondere plek, maar we hebben genoeg van hem gehad. John is klaar. Nou, 4 jaar hetzelfde grapje. Als je nu luistert. Op een moment, hij is een nep blind, noemen we dat. Dus ik vind het grappig, mensen reageren niet meer, maar hij wou de tweede deel zien, hij wou de derde deel zien. Ja, precies. Ik denk het altijd nog wel van, zal ik het nog even zeggen? Maar, Nee, dat kan, maar hij maakt zoveel grapjes over zichzelf. Ja. We gaan gewoon ermee. Ja. Maar goed, het is inderdaad, hij wordt ook niet jonger. Hij heeft ook andere bezigheden. Ja. En je zag dat ook naarmate dat de roperan na de 4e jaar was, ook zijn zwaarste roperan. Het is ook toevallig, als wij beide routes Parijs en Hamburg gaan delen, qua zwaarste. Ja. Deel 2 van route Parijs is de zwaarste deel. Gewoon het meeste hovels krijg je daar. En zeker voor een blinde loper is dat extra zwaar. Ja, snap ik, want die weet natuurlijk niet wat dat stelt. Hij kan niet beredeneren wat het is. De buddy zegt altijd tegen die blinde, slechtziende loper, wat komt. Hoveltje op, raaf, stoep. Tegel, maakt niet uit wat. Hij waarschuwt regelmatig. Hij zegt, we gaan nou klimmen. Maar de loper alsnog kan niet relativeren. En dat is een hele zwaar gedeelte van elke loop. Ja. Maar goed, hij heeft 4 routedelen gezien. En inderdaad, tijd voor een opvolger. En we hebben nu Neers van der Laan. Oorspronkelijk komt ze uit Kenia. Ja. Met een Nederlander getrouwd. Ja. Ze woont hier al heel wat jaartjes. En ze heeft met ons al een paar keer getraind. Ze kwam naar acties. Ze heeft geholpen met collecteren. Echt een tof dame. Bijzonder, hè? Je bent blind of slechtziend. En je bent toch zo actief bezig met zo'n doel. Ja. Dat is gaaf. Sean was hetzelfde. Ja. Die was ook in al de acties betrokken. Alles wat hij kon doen. Ja, kijk. Je hoeft niet aan Sean te vragen. Ga maar de planten sorteren op kleur. Nee, dat hoef je niet aan Sean te vragen. Nee, dat is duidelijk. Maar hij stond tijdens collectors met de collectebus. Met zijn hond naast hem. Nou, dat trekt zoveel aandacht. Ja. Zijn kassa was altijd het volste van allemaal. Ja. Nou, heeft hij de mooiste donaties mee opgehaald natuurlijk inderdaad. Absoluut. Hebben jullie nou nog meer bijzondere mensen in het team dit jaar? Want je zegt, we hebben een hoop nieuwe. En daarna mag Nathalie een vraag stellen. Maar. Ja, nee, we hebben wat nieuwe lopers. Die eigenlijk heel vers binnenkomen. En die nu nog, ik noem ze maar als vliegende herten in de training, 15, 16 kilometer per uur lopen. Dat we zeggen, jongens, weet je, roperen duurt wat langer dan die kilometer. Denk eraan, ga niet te snel van start. En het is gewoon het enthousiasme van die nieuwe mensen die het zo gaaf vinden om mee te gaan. Nou had ik zelf niet al te veel getraind dit jaar. Dus ik offer mijzelf een beetje tussen aanhalingstekens op om een collega te laten lopen. En ik ga zelf de Facebookpagina bijhouden en internetten en foto's maken. Dat ook super gaaf is, want ik heb het basiskamp nog nooit meegemaakt. Ik heb gelopen, ik heb gefietst. Maar het basiskamp, dus steeds verplaatsen met de masseurs en de catering, dat ga ik nu meemaken. En genieten van de nieuwelingen. Toch weer wat anders inderdaad voor jou. Toch weer wat anders, absoluut. Ja, en zo wissel je alles weer een beetje af. Jij gaat gewoon fietsen toch, Nitsan? Nee. Je gaat niet fietsen? Ik ga niet fietsen. Jongens, we hebben een kleine scoop hoor. We hebben een primeur hoor. Ja. Nitsan gaat niet fietsen. Wat ga je dan doen? Ik ben helaas, ik ben teamcaptain. Je bent helaas teamcaptain. Waarom helaas? Helaas. Potverdorie, moet ik me... Omdat ik wil fietsen.
Oh. Maar ik ben 2 weken geleden geopereerd en ik mag 6 weken niet fietsen. Oei. Ai. En we hadden geen teamcaptain. En op een gegeven moment, nadat ik heb 30 interviews gedaan, alsnog geen teamcaptain. Nou, dan ben ik teamcaptain. En waarom helaas? Ik vind het meeste... Ja, fietsen vind jij leuk natuurlijk. Ja. Fietsen is leuk. Lopen had ik. Nou, daar heb ik mee gestopt. Overgestapt naar fietsen, dat is wel leuk. Maar teamcaptain, ja, het is echt wachten. Het is al de, sorry, shit eten van iedereen. wel een beetje sadistische neiging, om het is leuk om mensen middernacht wakker te maken. Hé hey, jongens, hop, 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 moeten we lopen. Ja, je gaat de route missen. Dat is het hele punt. De route, nou, dat is sowieso zijn grootste kind, zijn grootste liefde. Maar de route is gewoon mooi. De plekjes waar je loopt, de velden met de gele bloemetjes, de dorpjes met een grote kale schuur en een watertoren. En ja, die ga je minder zien. Ja, die ga je minder zien. Ja. Dat is natuurlijk, in dat opzicht maak je minder mee van zeg maar, het echte werk, zeg maar. Het echte lopen. Maar inderdaad, net als wat Connie net zei, de basiskamp heb ik nog niet meegemaakt. Dus het is niet zo erg dat zo is. Ga ik een keertje maken hoe ziet dat uit in Europa aan van het perspectief van een chauffeur. Ja, of een cateraar. Of een masseur. Of een masseur. En je maakt wel mee bij de teams. Team A en team B die komen binnen. Dus je maakt het hele team mee. Ja. En we gaan het zien. Ja, dat is inderdaad wel leuk om te gaan ervaren. Nou, ik vind het sowieso erg leuk dat we jullie weer kunnen gaan volgen. Wij hebben natuurlijk ook weer een heel plan voor dit jaar, hè? Wat ga je doen? Ja. Wat ga je doen? Gaan we zo meteen vertellen. Nathalie, jij had nog een vraag? Ja, nee, ja, ik zit even op de website te kijken. RoparunTeam97.nl. En ik zie dat jullie echt een complete strategie hebben bedacht. Of dat, ik weet niet of jullie dat elk jaar hebben. Want ik ken jullie vandaag voor het eerst. Maar onder andere hebben jullie dan op aantal delen van de route is niet toegestaan voor de lopersbus op de route mee te rijden. Dan pakken 3 lopers, 3 fietsen. En wisselen zij tussen lopen en fietsen. Proberen jullie echt het uiterste in elkaar naar boven te halen? In principe, dat moet. De Roparan heeft regels. In sommige routedelen mag je niet begeleiden met een lopersbusje. Dat betekent dat we hebben extra fietsen in de busje. Ja. Haal je de fietser uit. Lopers moet dan, wat we noemen run bike run, kilometer lopen, 3 kilometer fietsen enzovoort. Het is eigenlijk, er zijn een paar routedelen, maar de laatste 2 blokken, dus vanaf Ossendrecht, de laatste 2 blokken van beide teams, is alles op de fiets. Dan wordt dat te druk. Ik kan niet goed wisselen. En dan doen we dat op deze manier. En als loper denk je dan, oh, kon ik maar weer op de fiets. En dan zie je 3 kilometer op fiets, denk je, oh, als ik maar weer mag lopen. Want dat zijn wel echt de laatste kilometers die je op alle plekjes gaat voelen. En dan heb ik altijd een collega die zegt, niet zeiken, zolang jij nog kan lopen voor een ander. Ja, dan is het alleen maar mooi. Het is wel waar, hè? Ja. Volgende week maak je het dan weer mee. Op het moment dat je de Col Single op komt lopen. Kun je een beetje beschrijven hoe dat gevoel is? Zodra je Rotterdam binnenkomt en je gaat die Col Single op. Het is een elfstedentocht gevoel. Ja, we hebben al feesten meegemaakt op de route na. We gaan ook vanuit. Er is een belofte gemaakt vanaf de stichting dat we krijgen net zo mooi weer als nu. Dat betekent droog en mooi. En het is gewoon een gigafeest. Je praat over 20.000 mensen die langskomen. Ja. We hebben daar... En wij. Dat is wel leuk. Ja. Zeker. Zeker. We hebben daar ook nog een verkoopstand. Eigenlijk onze laatste actie voor de Roparan. Is op de Roparan zelf. Is op de Col Single. We hebben daar een verkoopstand. We verkopen boeketten en rozen. En we halen onze laatste euro's voor de Roparan. Dan gaan wij halen op de finishlijn. Alles eruit halen, ook en, bij de wat erin zit. En nu even iets heel speciaals. Want we hebben jarenlang via de Red Naomi Kwekers rozen gesponsord gekregen voor de finish. Waarvoor we ze heel erg dankbaar zijn. Het is een schitterende bloem. Maar een collega is weer teruggekomen in het team. En die had wat connecties met veredelaars. En we gaan dit jaar een hele mooie rode Gerbera dopen. Met de naam Roparun. Nou, dat vind ik toch wel heel gaaf. En als het goed is, als wij dus op de finish komen, staan daar de dames, de vrijwilligers, ons binnen te halen met een rode Gerbera. Met ruim 7000 rode Gerbera's. Nou, Cornel, je weet wat je te doen staat. Ik wou net zeggen, ik weet wat mij te doen staat. Cornel gaat naar de finish. Dat ging zo meteen voor. Jammer dat je het nou weer verklapt hebt, Pip. Nee, maar. Maar daar zijn we heel erg blij mee. Ook weet je, vanuit de veiling zeggen we toch, vanuit Royal Flora Holland, bloemen horen bij alles in het leven. Ja. Bij vreugde, bij verdriet, bij
overwinning alles. En we zijn heel trots dat we al die jaren de roos hebben kunnen regelen. En we zijn nu ook trots dat we samen met de veredelaar Floris Holland BV en de kweker Schouten op die fleurs, dat we nu heel veel mooie rode gerberas op de finish gaan krijgen. Met de naam Roperun. Zometeen meer Roperun op de radio. Goed, in de studio Roperun Team Floren Holland. Het is altijd heel gezellig als ze er zijn. En ik vroeg net aan Nits van, ja, hoe laat gaan jullie finishen? Het kwart over 11:45 ongeveer. Maar ja, je weet het nooit met die nieuwe lopers. Misschien beginnen ze wel heel goed. En komen ze pas rond kerstmis aan. Nee, samen over de finish. Nee. Dat we wachten op ze en ze gaan samen over de finish. Ik verwacht wel dat we eerder gaan komen. Maar de planning nu, op basis van 11 per uur, is 11:50. Nee. Pim, wij moeten onze uitzendschema gaan aanpassen. Sorry. Wij moeten ons uitzendschema gaan aanpassen. Als zij om 11:50 al binnenkomen en we beginnen pas om 12:00, dan hebben dan we... Dan zitten wij eigenlijk aan de koffie. Ja, precies. Dan moeten we gewoon direct... Hup, bellen. Gewoon, bam, erin. Ja, om 11:00 beginnen. We gaan beginnen gewoon om 10:00. Maar even voor jullie info, de start is vervroegd op beide routes. Is 1 uur eerder wordt gestart dan vorig jaar. Ja, dan snap ik het. Vandaar dat je ook een uur... Maar dan moeten wij dus op de zaterdag ook eerder beginnen. Nee joh, dat komt allemaal goed joh. Nee joh, dat komt allemaal wel goed. Daar gaan we wel uitkomen. Maar goed. Complete dilemma's in één keer gewoon live op zender. Dat ik echt het luisteren en denk van oké, top. Toch even een belangrijke vraag. Zo'n loper die kan inderdaad met 17 per uur een marathon uitlopen. Maar de roperun is een nieuwe dimensie, toch? Ja. Het is een nieuwe dimensie. Je loopt een kilometer en dan moet je 3 wachten. En dan loop je weer een kilometer en moet je weer 3 wachten. En na een blok van 50 kilometer, waar elke loper ongeveer 14 kilometer loopt, heb je 4,5 à 5 uur pauze. En dan moet je dat opnieuw doen. En dan moet je dat zo blok 5 keer doen. Dat is zwaar. Het is niet zwaar. Of misschien wel zwaar. Het is in ieder geval anders. Ja. En elke loper, normaal gesproken, of je loopt 5, Pim, of je loopt een marathon. Je doet normaal gesproken warming up. Ja. En daarna loop je. En daarna doe je cooling down. En daarna ben je klaar. Ja. Kan je wel een biertje nemen of zo. Maar kan het niet. En zeker de combinatie met lopen en fietsen. Er zijn lopers die niet gewend zijn om te fietsen. Nee, zeker niet. En andersom. Ja. En ze vinden dat helemaal niks. Ja. Ja. Of ook niet gewend om 3 uur wakker gemaakt te worden en om 4 uur. Door Nitsan. Hallo, je bent wakker worden, ja? Nou, ik heb net van Ariane, de vriendin van Cornel, gehoord dat ze wil gaan meedoen aan de Roperun. Nee, die gaat gewoon heel hard trainen. Gaat ze volgend jaar gewoon. Dan gaan we volgend jaar de 10 kilometer. Nee, ik weet een goed sowieso. Idee. Ik weet een goed idee. Laten we even nu alvast afspreken. Dan zetten we haar voor het blok. Laten we even afspreken. Dat als zij volgend jaar fit genoeg is, dat ze bij jullie in het team komt. En dat zij als sponsor van ons team een plekje krijgt in het... we nemen vaker gasten mee. Ja? Dus, ja, of misschien in dienst bij Floren Holland. Ja, dan moet je eerst bij Floren Holland komen. Nee, het is een probleem. Ja. Maar ook nu, we hebben een externe loper. Ja. Maar dat is weer een speciaal verzoek. Ja. Hetzelfde Roperaan die terugkwam, Jan Verheij. Diegene die de doping en de Gerber heeft. Het dopen, niet doping. Doping. Hoor ik nou doping? We gaan 2 dopingen doen. Ja, precies. We dopen de Roperaan en de Gerber. Maar in ieder geval, zijn schoonzoon doet mee. Oh, ja. Dat is een externe loper. Ja. Maar goed, ook heel veel, jammer genoeg, een geschiedenis van kanker in het familie. Ja. En Jan heeft gevraagd, het team heeft gestemd en dat hebben we geaccepteerd. Ja. Nou, dan regelen we. Maar Jan heeft zelf ook prostaatkanker gehad. Ja. En daar is hij, godzijdank, van genezen. Ja. Maar dat gaf hem wel ook de power dat hij zei, ik wil nog een keer mee met die Roperun. Ook gewoon het nog een keer meemaken. Ja. Ik ben weg geweest, maar ik heb het nu aan de lijve ervaren. Ik wil terug. Ja. Ik wil terug en ik wil het nog een keer meemaken, ook om die finish te behalen als een gezonde man die het ook heeft overleefd. Ja. Ja. En dat maakt deze Roperun, zoals eigenlijk al die andere Roperunnen, maar ook deze weer heel speciaal. Ja, dat is natuurlijk erg leuk om te zien ook dat op die manier, ja, heel mooi om te zien dat die mensen elkaar, ja, op die manier ook steunen en dat dat ook voor mensen het gevoel is. Wat er. We hebben mensen verloren, we hebben mensen in de omgeving die het nog steeds hebben. En elke keer als je denkt van waar doe ik het voor, dan komt er wel weer iets in je omgeving waarvoor je weet, daarvoor doe je het. Daarvoor doe je het, ja. En het is een geweldig evenement om mee te maken. Het is heel mooi om te doen met mensen, met een groep mensen. Je hebt eigenlijk plezier en lol. Maar
je doet het ook ergens voor. En dat merk je zodra je in de feestdorpen komt en mensen je gaan aanmoedigen. Ik merkte het verleden jaar, mijn nichtje heeft haar man verloren aan kanker. Ja. Ze wacht nog nooit op de finish en nu stond ze daar. Ja. Ik was helemaal... Ja. Het was even heel emotioneel. Ja, ja, van, snap ik. Jeetje, je bent er. Ja, je bent er gewoon eens. Ja. Ja, ja, wat gaaf. Ja, ja. Ja. Nou. Hebben jullie ook steun aan onder elkaar met andere teams? Want jullie doen uiteindelijk allemaal voor hetzelfde mee. Hoe gaat het eigenlijk onderling? Eigenlijk bieden we steun aan andere teams. Ja, ja. Vooral nieuwe teams. Na 18 jaar van onze team, het is eigenlijk een gesneden koek. We weten wat we doen, we weten waar we naartoe gaan. Nogmaals, elke keer de samenstelling is anders. De route is een beetje anders, maar de basis is hetzelfde. Maar we helpen heel veel andere teams met informatie en begeleiding. En hoe moet ik dit doen en hoe moet ik dat regelen? Loopschema, hoe plan ik een schema? Ja, als een nieuwe team komt, hebben ze geen idee waar beginnen ze aan. Ja. Mm-hmm. Dus we eigenlijk in die zin bieden we een aantal teams. Ja, iedereen eigenlijk de vragen, bieden we een hulp? We werken ook samen met Team Bollenstreek. Heeft een hele leuke loop georganiseerd, Hollen door de Bollen. Ik heb het ook gedaan. En wij hebben daar met een steentje gestaan om planten te verkopen. Nou, ze hadden duizenden mensen echt werkelijk. En we hebben gewoon bijna de stand leeg verkocht. Zij hebben weer wat leuks voor de lopers. We kunnen planten kopen voor een leuk bedrag. En wij hebben weer inkomsten voor de roperun. Win-win situatie eigenlijk. Ja. En wij verkopen hun jammetjes en hun bollen. En zij krijgen weer planten van ons die ze weer in hun streek verkopen. Dus, en alles gaat alsnog naar de roperun. Dus we zijn ook wel een beetje maatjes. Hè? Ja, maar wat jij misschien ook bedoelt, Nathalie, is op de route zelf. Ik bedoel, ik heb wel gezien dat teams mekaars fietsen uitlenen en de fietspomp en de banden plak zetten en zo. Absoluut, dat gaat gewoon van bus naar bus. Fietsen uitlenen is moeilijk, omdat we hebben al de fiets nodig. Maar qua materiaal hebben we meerdere keer geholpen. Ja. Vorig jaar hebben wij voor het eerst hebben we een Dixie meegenomen. Je had een Dixie bij je. Voor de voorziening. Er zijn een paar teams die dat doen, maar er waren heel veel mensen die dankbaar waren. Mocht ik in? Ik zeg, geen probleem, 50 cent. Opbrengst van de roppen. Ja, ik vind het helemaal mooi. Heel mooi. 50 cent voor een Dixie. Ja. Maar ik vind het echt zo leuk als jullie er zijn. Mensen nou nog heel graag willen doneren en waarom ook niet steun de roper. En waar kunnen ze dan naartoe? Er is een donatieformule sowieso op de Roperun site waar je kan doneren. Je kan ook doneren op een team. Dus als je zegt, ik vind een team hartstikke leuk. Team 97. Team 97 of iemand doet mee en die wil ik steunen, kan dat via hele simpele donatiemodule. En wij zijn dankbaar met elke 50 eurocent. Via jullie website, roperunteam97.nl. Hetzelfde module. Je kan dit bereiken via onze, of je bij ons op de site op sponsoring zoekt. Dan zie je doneer hier. En dan kan je daar, via daar kom je eigenlijk bij de site van de Stichting Roperun. Maar die donatie die wordt gedaan, komt gelijk op naam van ons team of op naam van een van de teamleden. Maar het is gelijk komt in het systeem van Stichting Roperun. Wel onder onze naam. Ja, even tot slot, want ik begreep van vrienden van Berkel dat er inderdaad per persoon gedoneerd kan worden. Kan, ja. Daar ontstaat tussen jullie sowieso rivaliteit. Dat kan niet anders. Er zijn twee dames, nieuw, Niars en Esther, die hevige strijd voeren samen. Ook nog de namen erbij noemen, hè? Ja, zo, gewoon hup, zo erop. We hebben vandaag een uitzending over mag je alles zeggen, nou? De fik erin. Oh, verdomme, kijk toch, hup, ze er weer bij. Ik ga mijn oma bellen. Dus, ja, maar tussen jullie twee niet nog geen ruzie ontstaan daarover? Nee. Ik verkoop voorlopig het meeste lotenboekjes. Maar het is maar uiteindelijk één bedrag die het eindkomt. Ja, nee, natuurlijk. Dat is het eindbedrag van ons team. Dus als dat is de rivaliteit, dan juich ik het toe. Ja, precies. Dan strijden we nog verder. We komen jullie vast nog wel tegen op de route. Om het eventjes voor jullie helemaal compleet te maken. We zijn er gewoon op de koolsingel. Heel gaaf. Nathalie is er ook. Gaat het ook gewoon op tijd. Moet ik op tijd zijn? Nathalie, 12 uur. We moeten iets doen waar ik niet zo goed in ben. Een wekker zetten. Precies. En Stan is er ook. Die is hier helaas nu niet. Maar Stan is er ook inderdaad. Dus we gaan jullie gewoon ontvangen en zien. Over de finish heen schreeuwen. Moeten we nog iets leuks voor jullie bedenken? Want voor Vrienden van Berkel hebben wij een beetje de... Mocht er nou een van de twee... zijn twee donateurs die een beetje strijden om het hoogste bedrag. En als het ene wint, dan gaan we voor de ander iets leuks bedenken. Moeten we voor jullie ook nog iets bedenken rond de Roperun? Iets gezelligs op de finish? Nee. Leef je uit, zou ik zeggen, Cornel. Leef je uit. Voor Connie weet ik wel. Ik zou zeggen donatie doen, maar... Nee, om de...
Ik weet wel iets. We gaan wel iets bedenken. Goed. Oké. We gaan het zien. Superleuk dat jullie er weer bij zijn. Dat jullie ook even naar de studio kwamen. Heel veel succes. Jullie dankjewel. En helemaal super dat jullie ons weer gaan volgen. En top. Heel veel succes volgende week.